Op twee. Pas op. Laatste ronde. Opletten daar. Ça va, Evelyn? Ça va? Ja. Vermoeidheid? Ja. Ja, het zijn goede matten, maar dat kunnen ze wel niet tegen hoor, natuurlijk. Ja. Zo, rust, rust, jongens. Ja, niet goed, ja, doe maar. Relax, nee. Nee. Wat is daar hier? Ik heb geen puntjes staan. Ik heb mijn stemmen beurt. Ja, dat staat er wel goed, we gaan wat cirkels draaien daar. Aan die kant, binnen de blokken. Dat is op het gemak, we gaan misschien naar daar gaan. Ja. Gaan we allemaal mee naar hier? Ja, daarachter gaan we toch niets meer doen, dus ja. Ja, ik zal zo'n beetje wat kijken. Ik zal dicht zijn. Goed, dus we gaan cirkels draaien. Rustig, kijk daar even. Dus je blijft binnen de blokken hier. Die ligt. Ja, dus je beweegt heel rustig. Trekt op niet veel. Oké, één arm hier vastleggen en met die andere bewegen. Dat is belangrijk dat je eerst je been uitstrekt voordat je een ander been neerzet. En dat geldt aan beide kanten. Ook als je overzet, eerst uitstrekken, dan pas neerzet. Oké, okay. We gaan groepjes van 3-4 doen. Dus we gaan beginnen met de groep die al lang stilstaat. Dat zijn jullie. Jullie zijn met? Meer dan 3. Ja, dan in 2 groepen. Zijn jij daarbij? Jullie? Met 4. En jij ook, 3. En dan jullie samen. Goed, dus jullie de volgende 3 en dan jullie verdelen jullie wel een beetje. Dus per 3. Je rechterarm los, Thibaut. Links vast. Links op je rug. Ja, en met rechts bewegen, ja. Probeer je eerst uit te duwen voordat je je andere voet neerzet. Dus rechts volledig uitduwen, dan pas neerzetten. Uitduwen, neerzetten. Dus niet eerst en dan de laatste stukje nog duwen. Ja. Ploffen. Ja, je moet dat rustig doen. Dat gaat perfect. Oké, volgende 3. Nou, even wat matjes zetten, doe maar. Ik denk die mat nog duwen. Uit, volgende 3. Kom ik er al 3 naar hier. De volgende 3. Wat? Wat? En Adrian ook. Probeer je handen, de linkerhand, leg je hierop. En met die handen beweeg je lekker van je overzet. Wil jullie heel de zwaait ermee. Doet er van alles mee, maar dat is niet de bedoeling. Hè. De bedoeling is dat dat vastzit, dat je stuurt met je schouder
en dat je dan met deze de luister over zet. Oké, dus probeer erop te letten straks. En zakken, hè. Hoe rechter hij staat, hoe moeilijker dat is. Hè. Dat is zo. Hij mag ook een beetje dieper door je benen. Hè. Hij staat al redelijk recht. Totdat ik zeg stop. Of totdat je zelf zegt stop. Want ze zijn al gestopt. Uit, volgende drie! Oké, okay, volgende drie. De laatste drie waarschijnlijk. Of zes. Is iedereen al geweest? Ja, ik kan een roepen mis. Eerste drie dan weer. Wie zat er hier nog bij? Op één been staan, hè, Mark. Altijd op één been staan. Dat doet er niet toe. Wat ben ik? Jong. Wat doe je toe, hè? Je ziet gewoon je voeten verzetten, hè. Je moet daar kracht op steken. Hè. Je moet trager bewegen. Als je traag beweegt, dan kan hij al gelijk wat snelheid naartoe. Allee? Beide? Beide? Dat zal twee strekken, hè? Niet op hetzelfde moment, hè? Kijk, maar je moet echt je weg verplaatsen op je mes, hè? Je haalt op en dan steek je helemaal door en dan pas zet je dat neer. Nee, dat beweegt, hè? Dat is niet ter plaatse dat dat blijft staan, hè? Uit, volgende drie! Ja. Misschien nou nog rustig in links kunnen doen. Dat is nog 5 minuten zeg. Ja, dan moet je hier. Ja, maar dat is niet zoveel werk. Oké. Dat is allemaal verzet maar. Ja. Ja. Oh. Maak je gewoon wat snelheid en probeer ik je gewoon zo te schaatsen. Dus met je twee voeten parallel. Niet overzetten, ja. Ja, kijk, dat is de houding dat je moet doen terwijl je overzet. Dus je bovenlichaam moet altijd hetzelfde blijven, het zijn alleen je benen die bewegen. Nee? Kijk, probeer nog maar een keer. Ja, dat is goed. Probeer bij een overzet, dat is eigenlijk de bedoeling dat je echt over je voet zet. Nu probeer je hem er zo wat voor te smijten, hè? Waardoor je eigenlijk altijd naar achter moet leunen. Maar als je hem erover zet, kun je dat gewoon ter plaatse doen. Dan moet je je weg niet verplaatsen. Ja, toch een keer. Beetje zakken. Ja. Goed. En dan je hand een beetje lager. Ja, ja, hier zo. Ja, oké. Okay. En nu rusten, weer rust. Kijk, je kunt dat heel traag doen, dat mag niet. Kijk. Heel. Dat is heel rustig. Dus het gaat niet over om de snelheid, het gaat eigenlijk over hoe je gewicht verplaatst. Uit, volgende drie! Volgende drie! Leg je linkerhand op je rug. Ja. En je schouder naar boven, links. Je linker schouder moet omhoog. Ja, dat is beter. Oké. Okay. Ja, mooi.
Oké, volgende drie. Er zijn er geen meer. Het waren al een aflossing doen. Nee, het is al 5 minuten. Wat? Ja, die klok staat verkeerd. Met heldere maar met de vijf. Jullie mogen dan best allemaal samen doen. Oh, het is nu het haat. Ja, nee. Ook al bank, we zijn met 6. Ja, dat kan twee groepen. Adriaan, Mats en Robin. Met beste. Dus jullie mogen eigenlijk al bij. Dat is die boos, Siska, Marike. En wij ook niet boos. Marike, hè? Marije mag hier. Dat is Marije bij ons en Thibaut. Ja. Ik zou kijken bij jullie. Ja, ik ben niet hier. Dan beter is dat we Thibaut bij ons zijn. Je zat er al bij. Siska moet echt proberen. Weet. Zijn al begonnen? Ja, jullie groepen zijn al begonnen. Die zijn al begonnen? Goed. Wat? Dat kleintjes. Dan hebben we... Hij zei dat jouw groep is al aan het schaatsen. Hij zit hier bij Mats. Dat is Mats. Bij hem enkel. Dat is goed. Geert, ja. Wie is er nu allemaal? Rino, Bob. Remco. Remco. Niet zijn er te veel. Twee ja, twee groepen. Maar het is maar half. Allee. Robben. Nou, wanneer het komen is, dat weet ik. Ja. Wat? Niet zo staat. Er zijn toch maar al die om de twee hè, zijn met drie. Alle R's samen. Alle R's samen en al de andere ook. Alle R's samen. Ja, wie zijn daar dus? Remco, zijn er heel veel. En Ruud. Goed, maar bijna. Rusten. Het is al zo uitrijden. Ik kom in bij u. Anderhalf, ja. Om de anderhalf. Nou, wij dan toch. Kijk waar hij bij heeft. Om de twee ronden. Ja, ik weet het maar. Ik weet niet bij wie dat dat... Dat is bij Robin waarschijnlijk, dat hij erin komt. Ja, denk ik. Merci, die van Bruyne. Mats is daar aan het schaatsen. Ja. Hij zit naar Robin, denk ik. Ik denk dat dat zijn eerste ronde is. Ja, denk ik ook. Hij komt net bij hem of hoe zit dat hier? Ah, het is al aan jou. We gaan inkomen. Kom maar in, kom maar in, kom maar in. Bob. Ja, wat? Oh. Oh, mooi. waar is die dan? Ja, hier inkomen. Allee, hij inkomen. Ja, mooie schaatshouding. Handjes voor je. Ja, niet zo. Ja, dus probeer elke twee ronden te wisselen. Ik weet niet hoeveel hij erin hebt. Martert? Ah ja, oké. Ik dacht dat hij ook een tijd bezig was. Nog 1 minuut! Uno minuto. Ik ging naar Sjef roepen. Blas, ooit heb ik gevangen. Blokken, Matten!
Hela. Niet mijn mes eerst in ons mat meneer. Ja, anders. Excuseer, ik had geen tijd om te stoppen. Geen tijd om te stoppen, hij is onder je. Er is altijd tijd om te stoppen. Ja, ik kan niet stoppen omdat hij stopt. Ja, leert dat dan. Nee.